Ik denk dat het belangrijk is dat een, dat een, uh, dat een trainer een visie heeft. Um, en dat hij op een gegeven moment een tactisch plan heeft. En ik denk dat dat zeker in Italië is, dat natuurlijk wel heel belangrijk Dat tactische plan. Um, ik denk dat wij ook een hele sterke trainer zelf bij de club daar hebben. die dat ontzettend goed kan. Ja. Maar volgens mij is er ook zeg maar, op dit moment bij het, uh, bij het Nederlands elftal een, een heel duidelijk uh, plan. Een hele duidelijke manier van spelen. Dus dat is natuurlijk wel uh, fijn. Daar hebben we. Vanaf het begin met uh, onder, onder Koeman naar gezocht. Hè, van uh, wat is nou het beste? We hebben met vijf uh, geprobeerd. Uh, we hebben met drie geprobeerd. We hebben met meerdere middenvelden geprobeerd. En uiteindelijk spelen we nu al een tijd op dezelfde manier. En dat heeft resultaat gebracht. En ik denk dat, dat duidelijkheid, uh, duidelijkheid ontzettend belangrijk is. En dat is ook eigenlijk wat we weer deze week gelijk hebben gedaan. Vanaf dat we bij elkaar zijn gekomen. Even de poppetjes op de juiste plekken zetten. Weer aanhalen wat we altijd doen.